online rijden. Ja, die wordt altijd uitgekozen bij de Nintendo server of zo. En bijna iedereen kiest die kiest dat circuit. Maar je staat wel weer op het gaan trainen! Het is wel een leuk circuit. Baboons. Wie gast hier zijn binnen? Oh, nee hoor, Nathan, je pakt het blokje voor me weg. Oh chips, ik krijg mezelf. Banaan, je meestal niet voor je doen. Tenzij er iemand vlak voor je rijdt. Zit je niet moet doen, is tip van de Nathan. Te veel driften op, telkens een nieuwe drift start op de houten plank kan, dan ga je langzamer. Auw! Ik doe slecht. 50. Ja, dat is voor ons nu wel gewoon heel pro. Nee, dat is niet pro. Zelfs Nathan staat te praten voor. Zo weet ik het. Hey, je had me in, dan mag niet. Mag wel, want ik heb het net gedaan, gedist. Als je iets doet, betekent nog niet dat het mag. Oh, gedist. Ja, idioot! Waarom rij je zo voor me? Hashtag doe het dit ook. Omdat ik dat gewoon doe. Stalker! Zo, pak aan! Nou, degene die achter rijdt en dat hou je mee in nou! Die is een stalker. Want iemand die de leiding neemt, die kan nooit toch een stalker zijn? Of wel, als je iemand een tijd laat vastlopen, bijvoorbeeld om gereden voor hem te rijden. Oh, je bent zelf een stalker. Een stalkende stalker, nu goed. Oh, en is een stalkende stalker. Hashtag duw het het, Nathan. Is de eerste letter van mijn naam. Nee, het is de letter X. Hashtag duw. Ik begin niet met de X, ik heb met de R. Jij heet Xuben, toch? Nee. Jij heet Bowen. Nee, Bobby. Oh, je Bobby. Ja, hashtag duw het het. Bojo. Eigenlijk hebben we nog nooit Nintendo dan gefilmd. Nou, dat gaan we ook niet doen, aangezien jij het voorstelt. Oh. Ja, jammer hè, ik weet niet hoe ik het leg. Kom, we gaan Nintendo Land opnemen. Ja, ik bedoel, Nintendo Land is wel leuk, maar daarvoor moet je echt met meerdere mensen zijn, wil je doen. En iets van The Legend of Zelda daar doen, maakt het niet beter. Game & Wario? Dat lijkt me wel leuk om te proberen een keer. Game & Wario. Game & Wario. Is het Wario en piep? Ik denk dat de gamepad weer een beetje is opgeladen, dus dan kan ik weer normaal gaan zitten. Shame, dat is niet zo goed. Ik denk dat Luigi me een beetje heeft ingehaald. Ja. En Iggy ook. Wie is die Iggy? Iggy Pop. Iedereen gaat Iggy vermoorden, ja! Waar is mijn nestzapper gun? Die heb ik nu nodig. Om mij neer te schieten? Dat kan ook. Oh. Dat doen we morgen misschien. Eerst Iggy. Dat is mijn prioriteit, hè? Maar gaan we morgen opnemen? Morgen? Gaan we morgen opnemen? Laten we het morgen opnemen? Als er tijd is, dan is het denk ik wel leuk. Als het tijd is, dan lijkt het me wel leuk. Oké, dan Mario! Zoete Cow Canyon. Moet wel goed zijn. Maar hoeveelste race is dit? Hoe lang filmen we al? Even kijken. Best lang, man. Filmen 14 minuten, bijna 15. Dat is niet eens zo lang. Nou, maar één video van mij kan maar 15 minuten zijn. Hoezo? Ja. Daarvoor moet je bepaalde instellingen doen. Volgens mij betalen, maar dat weet ik niet zeker. Nee, je moet gewoon verifiëren dat je geen robot bent. Ja. Je bent geen robot, dus dan zou dat niet heel moeilijk moeten zijn. Hoi, nee, pa. Maar anders splits ik de video. Dat is geen probleem. Ik doe me meestal met Mario Kart video's, want die duren meestal lang. Ja, of... Oh ja, kan je Mario Party 5 nog herinneren, Owen? Weet je dat ik 3 kwartier over voor een story mode level? Oh, ja. En die video heb ik in 5 gesplitst. Dan wil ik hem nog normaal maken. Maar 5, dat betekent 9 minuten per video. Ja, dat is wel lang. Nou, haal ik niet zo, maar... Ja. Waarom zou je moeten instellen dat je geen robot bent? Want... Als je iemand zo hoort praten, dan weet je toch dat het geen robot is. Eigenlijk Lubbeck. Nathan, ja, maar ze kunnen dat toch niet van... Ze kunnen de makers van YouTube, de Google mensen, die kunnen toch niet van iedereen gaan luisteren aan de filmpjes. Nee, maar hoe moeten ze het anders checken? Nou, door allemaal gegevens volgens mij van
van telefoon, sms en eigenlijk dus verificatie volgen. Eigenlijk van alles en nog wat. Ja, telefoonnummer gebruik ik met mijn telefoon bijna niet. Heb je een 3DS-nummer? Ja, heb ik. En die bestaat helaas niet. Wat? Ik heb een blauw schild ontweken omdat ik toen geraakt werd door een rood schild. Hashtag deal with it. Voor mij een rood schild. Wie gooit er 3 rode schilden achter elkaar en haalt me daarna in? Het is Mirror B. Misschien moeten we uitzoeken of het geld kost om langer dan een keer. Nee toch Nathan? Denk het niet, want... En anders moet je gewoon er geld mee gaan verdienen. Oh, daar zit een ga ik niet doen. Hoezo niet? Nou, ja, misschien wel, maar hoeveel verdien ik dan? Dat ligt eraan. Ik heb gekeken, Kwabbelkok, die maakt dan wel bijna iedere dag zo'n beetje wel een video. Maar dat hoeft op zich niet. Maar die verdient iets van 3 keer meer dan de gemiddelde Nederlander. Door video's te maken. Ja, alleen door die advertenties bij de video's. En omdat de video natuurlijk ook bekeken wordt, want... Ja, maar het draait eigenlijk alleen maar om de advertenties. Serieus? Kom op. Ja, yes. Er zijn allemaal advertenties, maar... Of omdat je producten van een bepaalde producent... Ja, dat wel. Mensen betalen daarvoor. En zelfs al doe je alleen... Net zes hè, Nathan. Ja. Hashtag deal with it, bitch. Maar zelfs al doe je gewoon alleen maar, weet ik veel, dit? Tijdens de opnames, dan heb je het over, weet ik veel, je hebt net even deodorant gebruikt van, weet ik veel, echt zo dat zo, weet ik veel. En daar krijg je echt gewoon kaart voor betaald. Met vette poena. Vette poena. Word je miljonair, word YouTuber. Je geeft een euro uit, je hebt geen miljoen meer, je bent geen miljonair. Je bent een miljonair. Ik heb miljoen spullen. Maar een miljonair is voor elk land anders, want misschien is in een ander land een miljoen hartstikke normaal. Ja. Bijvoorbeeld in Japan, daar zijn het yen en volgens mij is 1000 yen iets van 1 of 2 euro. Nee, dat niet. Ik weet niet, maar ik heb ergens in een video gezien dat... Hey, even kijken. 1 dollar is ongeveer 100 yen. Nou, ik weet dat 1 dollar ongeveer 80 cent, 90 cent is. Dus dat betekent... doe jij maar de berekening. Wow. Ik heb er geen zin in. Ik weet niet hoeveel het precies is, maar... Ja, ik ook niet precies. Dat kan je op mijn laptop wel zien. Auw! Nou ja, maar het is best wel wat. Zo elkaar! Ja. Best veel aardig wat Jens gelukt heeft. Dit is zeker Zelda. Van de Zelda. Four Swords Adventures. Veel beter. Hashtag deal with it. Oh yes, ik zie ook nog van die rupees. Ja. Shoot! Wie heb je nu weer doodgeschoten? Ik deed het verkeerd. Dat noem je ook shoot. Wow. Running around with speed of sound. Veel plezier zeg. En? Nee, de schrans. Ja, verschijnt de schrans precies wanneer ik wegga. Oh ja, dat deel hebben ze alleen maar anti-gravity gemaakt voor die schans. Echt? Heeft niet ja, dat is toch geen anti-gravity daar naar beneden rijden? Dit is dan nog meer anti-gravity dan dat. Hup, hashtag deal with it. Oh, dit anti-gravity. Oh, stond jij er net eerste? Ja. Nee. Je hebt niet de hele race als eerste gereden, dat is duidelijk. En ik deed ook deze echt niet goed en slecht. Shoot! Wie schiet je neer? Ja, wie schiet je nou weer neer? Ja, Owen! Oh yeah! Je mag shoot niet voor jullie worden! Shoot voor Ruben! Oh jee, nu kan ik de schans nemen. Oh, ja, nee, verschijnt de schans niet! Ha, hij is net verschenen! Echt? Net langs jou! Auw! Shoot mij even na! Oh, dit wordt echt spannend, oh, joh! Oh, ik ga je inhalen. Ah.
tegen Deal hebben. Want dat was echt Heat a Crash. En yes, gewonnen. Nee, ik word derde. Nathan. Ik haat je echt. Kan iemand Iggy even neerschieten? Mensen. Do it yourself. Ik heb... Yoshi's mogen geen wapen houden. Echt niet? Yoshi's zijn zeldzaam. Ze leven in een dierenreservoir. Reservaat, geen reservoir. Een reservoir is waar je water op staat.